impossible. Samantha, hoe oud ben jij als ik vragen mag? 21. Het is eigenlijk een klein beetje hetzelfde verhaal, vind ik. Je begint met het eerste nummer, toch wel een klein beetje onzeker. En je komt ook eigenlijk niet boven de koren uit. Het is met je eigen voorstellen en zeggen wie je bent, komt het niet over. Het tweede nummer kom je helemaal los.
De eerste 30, 40 seconden vond ik ook water. Daarna pak ik het op en het laatste stuk van het tweede nummer vond ik heel goed. Ik wil er wel even aan toevoegen dat ik graag in je volgende nummer, dat wil ik eigenlijk van alle kandidaten, dat ik een wat vlotter nummer vind. Het is net een beetje een begrafenissfeer hier. En ik vind het echt leuke nummers hoor, maar er mag best wat vlotter zien komen. Ja. Samantha. Ja. Het is inderdaad, je stem komt inderdaad bijna niet boven de koor uit. Als je nou met zo'n mp3-spelertje en dan met een koptelefoontje op vloer zet, flink hard, en dan proberen bovenuit te komen zingen. Dus als je meer volume krijgt, je wilt wat, ja, dat je echt boven je koor uitkomt. En als je nou zo'n koptelefoontje op hoort, dan hoor je hier al wat de muziek en dan probeer je er goed op. Ik moet nu ook mijn best om u te horen, echt waar. Oh! Oh, dat is andere koek, hè? Maar als je hier gewoon met zo'n mp3-spelertje op je hoofd zet, dan kun je gewoon proberen je volume wat op te bouwen. En dan goed trainen en goed oefenen ermee. Doe ik. En voor de rest ziet de topje uit. Dankjewel. Ik denk, ik wil er nog een klein beetje iets aan toevoegen. Ik denk dat het tweede nummer is dat je durft te zingen. En als je echt gaat zingen, als je durft te zingen, komt het heel goed over. Dankjewel. Blijft er nog voor mij over? Ja, Michel, hoeveel? Nou, ik val mee. Binnen dank je tweede nummer een beetje wakker. En dat ging gewoon goed. Je hebt absoluut, dat durf ik onder alles nog tegen te spreken, je hebt absoluut het volume. Maar daar hoorde je er niet zoveel van. Ik snap wel wat ik hou hem iets korter bij je. Als je jezelf goed hoort, wil dat nog niet zeggen dat wij je goed kunnen horen. Dus hou het korter bij. Ik denk dat het volume er is. Ik voel je erg sterk in je tweede nummer. Ik hoop dat je de band dadelijk ook zo doet. En zou het best wel eens een hele leuke avond kunnen worden. Dankjewel. Zo, dan gaan we naar de volgende. Dat is Trudy.